Zaterdagmorgen is de eerste steen gelegd van de nieuwe sporthal van het Sint-Janscollege in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg. De school heeft 1000 leerlingen, maar moet voor haar sportactiviteiten uitwijken naar andere locaties. De voorbereidingen voor het nieuwe sportcomplex hebben 8 jaar geduurd. Aan het begin van volgend schooljaar moet de sporthal klaar zijn. Het is oud-leerlinge Eline Berings die samen met eerstejaars Sophie de Geiter en Loïc Buijus de eerste steen mag leggen. Eline Berings is hordeloopster. Ze behaalde goud op het Europees kampioenschap indoor eerder dit jaar in Turijn. In deze school is de basis gelegd van haar sportcarrière. Ik heb hier op school gezeten en ik heb hier toch wel heel graag en heel veel aan sport gedaan. Het was hier een heel groot sportterrein. Over de middag altijd voetballen en sowieso de LO-lessen ook. Dus ja, zeker. Ik denk dat dat toch wel meegespeeld heeft om mijn sport te kunnen verder uitbouwen. Ja. De eerste steenlegging komt in feite wat laat, want de ruwbouw is al halverwege. De werken zijn begin juli gestart. De eerste plannen dateren van het jaar 2000. Toen het Sint-Jan Bergmans College en de Onze Lieve Vrouw Visitatieschool fusioneerden. Geen van beiden had een degelijke sportinfrastructuur. Onze school is verspreid over 2 locaties en we hebben 1000 leerlingen en slechts 1 oude turnzaal. En dat betekent dat onze lessen lichamelijke opvoeding over 4 verschillende locaties doorgingen. De sporthal van de stad, een oude turnzaal op de site hier, een turnzaal die we delen met de Artevelde Hogeschool. Dan moeten we ook nog naar het zwembad met leerlingen. Oorspronkelijk zou de sporthal dichter bij de Heiveldstraat komen, maar de buurt was er tegen. Er circuleerde zelfs even een petitie. Dus werd er gekozen voor deze inplanting. Het veroorzaakte wat vertraging in de planning, maar iedereen is tevreden nu. In die zin, 1, wij hebben met de buurt dan toch wel vrede kunnen sluiten. 2, het heeft uiteraard wel een meerprijs als gevolg. Nutsvoorzieningen die meer kosten. De parking die een andere locatie heeft gekregen. Maar finaal is dat toch wel allemaal voor elkaar gekomen. Zonder tegenslagen zal de nieuwe sporthal van het Sint-Janscollege begin volgend schooljaar klaar zijn.